Vies mannetje, maar goed, maar niet uit. Welkom bij de allereerste vraagbeantwoordingsvideoblog vanaf Gamescom 2014 in Keulen. Want jullie hebben massaal vragen ingestuurd via de telex en via e-mail en via de Twitter, via de fax en via morsecode. En ik kreeg nog papiertjes met braille. En dus als je blind bent, leuk dat je kijkt. Kan je echt niet naar. Leuk dat je luistert. Ik kan echt niet. We gaan wel door. Jullie hebben heel vragen ingestuurd. Bedankt daarvoor. En we gaan ze nu in deze eerste helft gaan wij drie onze games zeg maar beantwoorden. Als we beginnen met, jij vindt niet dat ik achternaam mag noemen? Ik van wel namelijk. Als je mailt, dan heb je een achternaam. Oké, nou dan neem jij tegen achternaam. Niels Hengstman. Als het echt zo heet. Maar goed, maar zo noemen de chicks hem gewoon. Niels Hengstman. Misschien een beetje laat, maar ik vroeg me af in hoeverre het springen de gameplay verandert in Call of Duty Advanced Warfare. Hele goede vraag. Tof is namelijk ook, we hebben het er in de video preview eigenlijk al best uitgebreid over gehad. Dus als je echt heel diep op in wil gaan, moet je die even checken. Maar tof is dat het een extra dimensie krijgt. Dat je niet alleen maar de gameplay speelt, niet alleen maar de horizontaal af. Gewoon zoals de vorige Call of Duty games op de grond en heb je al trappen. Het heeft ook echt een super grote verticale dimensie gegeven. Je kan ook, je moet echt net eigenlijk in Battlefield opletten dat iemand boven je staat. Die moet onder je staan en dat maakt het wel echt super veel dynamischer. Titanfall. Ja, Titanfall. Hoppakee. Die vergelijking wordt constant gemaakt. Het is wel een soort Titanfall. Nou, leuk. Maar jij bent er blij mee, toch? Ik ben er blij mee. Goed zo. Hey, even over Metal Gear Solid 5, die heb je ook gecheckt. Is er een interieur in Mother Base? Dat vraagt Kenny Siebeling. Nou, je kan wel echt zeg maar, helemaal Mother Base op. Of je daarin kan, weet ik eerlijk gezegd nog niet. Volgens mij hebben ze het ook niet over gehad. Maar je kan wel dus echt Mother Base op en je eigen schipdek verkennen en zo. Sorry hoor. Dus, ga vooral weer. Dat is weer lekker professioneel. Nee, ik heb allemaal dingen opgeschreven. Super professioneel juist. Oh, oké, heel goed. Nee, inderdaad, dus je kan wel echt helemaal in. En of je erin kan zelf of in je Mother Base, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval het dek zelf wel helemaal te customizen. Dat vind ik wel echt wel heel diep. Dus dan komen we volgens mij... Ja, want er zijn heel veel vragen zijn geweest. De meeste vragen zijn gekomen over de game. Emergency 5. Emergency 5. Serieus? Ja, echt niet normaal. Er zijn heel veel mensen die willen dingen over Emergency 5 weten. En ik zou zeggen, begin daar maar mee alvast. Het zal nog wel een keer terugkomen. Ja, maar ik heb de game gecheckt. Je hebt er niet bijgesteld wie dit vraag heeft? Jawel, Danny. Oh. Music Man 88. Oh, dit is Benny. Dit is Music Man 88. Hi, leuk als je kijkt. Ga deze game terug naar Emergency zoals we gewend waren. Kijk naar Emergency 3 en Emergency 4. In verband met de modden van de game, of wordt het weer zo'n bar slechte game waarin we geen mods zijn, waarin geen mods zijn toegestaan? Mods zijn terug. Vraagt, de mods zijn terug. Community mag alles modden in Emergency 5. Alles. Alles. Dat is echt heel tof. Dus de game wordt inderdaad wel heel aanpasbaar. Gaan ze zelf misschien ook als hulpverleners voertuigen van verschillende landen erin steken? Nee, of staan alleen maar Home S Duitse voertuigen? Het zijn Duitse voertuigen. Het zijn ook vier Duitse steden die zijn nagebouwd. Hamburg, Berlijn, München en als je Special Edition koopt, Keulen. Oh, dat is echt tof. Slimme tactiek van ze. Het zijn geen losse missies meer op een plek op aarde, maar het zijn gewoon die steden zijn nagebouwd en daar gebeuren allemaal events in. Ze noemen het ook geen missies meer. Okay, maar vet, want München heeft bijvoorbeeld ook skigebied, dus kunnen ook lawines komen. Het is echt heel tof. Hoeveel missies gaat deze game bevatten en wordt het programmeren modder van missies gemakkelijker en duidelijker gemaakt? Ja, maar ik weet niet hoeveel missies. En vervolgens heeft hij ook nog een vraag over Assassin's Creed Rogue, die game die je ook hebt gezien, waar je toch zelfs wel gematigd enthousiast over was. Nou. En als jij gematigd enthousiast bent over een Assassin's game, dan zegt dat dan wel zegt dat best genoeg. Wel. Ja, dan is het waarschijnlijk niet heel fraai. Okay. De allerbekende vraag, gaat deze ook nog voor de nieuwe consoles en natuurlijk de PC verschijnen? Voorlopig niet. Er is wel een gerucht dat het... Omdat de game is gebouwd op de Assassin's Creed 4 Black Flag engine. En die was gewoon cross-gen. Dus dat kunnen ze gewoon... Ik kan er wel echt gif op innemen inderdaad dat je volgend jaar... Maar goed, dat willen ze voorlopig nog niet doen, want ze willen Unity niet in de weg zitten. Nee, ze wil ook niet dat mensen zeggen, nou... Ze hebben al gezegd dat die komt, dan wacht ik wel even. En ook nog een vraag... Oh nee, die is natuurlijk voor gedaan. Zal ik verder gaan? Ja, natuurlijk. We hebben nog veel meer vragen, want dit was slechts één sheet van de vijf. Komt-ie... Wat ik wil even jouw vraag doen. Jij hebt eigenlijk maar één vraag gekregen. Ja. Dat is stom, hè? Ja, ik speel gewoon spellen die andere mensen niet willen spelen. Nee, dat klopt. Dragon Ball Z gaat de vraag over. De Next Gen Dragon Ball Z. Van Shady XL, bedankt voor je vraag. Zal deze game zoals Battle of Z worden? Of meer in de richting van Budokai of Tenkaichi? Tenkaichi. Maar het gaat dus in de richting van Tenkaichi. Je speelt weer in een hele grote open omgeving. Je hebt natuurlijk wel een soort van onzichtbare grenzen. Maar je kan wel lekker rond gaan springen, hupsen. En een beetje ja, ook
wegrennen van de tegenstander om bijvoorbeeld jezelf op te laden. Zo, het ziet er wel vet uit en het is wel beter dan de spellen die we de afgelopen generatie consoles hebben gezien van de Dragon Ball serie. Dus. Daar is Shady XL heel blij mee, want hij zegt ik wil niet dat het zoals Battle of Zero. Nou, hey, kijk. Hij stelt ook nog een vraag over Advanced Warfare. Komt er nog een derde game mode in Call of Duty? Zoals zombies, ik denk dat hij inderdaad de co-modes bedoelt. En dat is heel leuk dat ik heb gevraagd, want ik ging aan het einde van de speeltjes ging naar de developers toe. En ik zeg heel serieus, hey dude, kan je wat vragen? Zit er misschien nog een derde game mode, dus inderdaad een co-modus in Advanced Warfare? En hij zei, ja, dat hebben we een maand geleden aangekondigd. Echt? Oh. Ja, dat wist ik dat wel. Wist ik wilde wel. Kijken of jij het ook wist. Ja, ontwikkelaar, stomme ontwikkelaar. Maar hij komt er wel, ze wil nog niks over zeggen, maar ik denk dat we de komende, misschien volgende maand ergens wel meer informatie kunnen verwachten. Dus hou games in de gaten. Oké, okay. Er waren heel veel vragen over 6Q Droke, allemaal dezelfde vraag. Bedankt voor het instellen, hij komt voorlopig niet naar Next Gen. Ja. Of de Current Gen. Dragon Age Inquisition is een vraag over. De enige game waar ik echt naar uitkijk is Dragon Age Inquisition. Het is echt Nuclear Nemo. En ik ben helemaal goeie. En hij heeft daar ook een vraag over, heel toevallig. In hoeverre hebben de events van Dragon Age Origins en Dragon Age 2 invloed op de verhaallijn? Nou, dat is echt heel tof, want ze hebben iets... ik heb dat net opgezocht trouwens, want ik was even vergeten hoe het heette. Dragon Age Keep. Heb je net die PC? Ja, Dragon Age Keep hebben ze... je moet even Dragon Age Keep opzoeken. K-E-E-P. Je kan namelijk je hele storyline tot aan Inquisition kun je zeg maar een soort van gaan onderzoeken via je Origin account. En dan is je startpunt zeg maar dat wat jij hebt zeg maar gezegd, wat je allemaal hebt gedaan in de vorige games. Dus Dragon Age Inquisition gaat anders starten afhankelijk van hoe je zeg maar de vorige games hebt beleefd. Ik heb dus nog nooit echt een Dragon Age game gespeeld. Dus als ik deze wil spelen, dan kan ik eigenlijk al mijn hele eigen verhaal vormen. Dat kan je dan doen via Dragon Age Keep, maar je kan ook gewoon de standaard verhaallijn zoals Assassin's Creed of zoals Dragon Age Inquisition zeg maar gewoon starten. Dat moet ik ook zo. Ja, gewoon met eigenlijk een clean slate. Ja, precies. Oké, tof. En heeft hij ook nog een andere vraag? Gaan we namelijk ook weten of er meerdere einden zijn in Inquisition en of er een einde is, maar dat er wel verschillende wegen naartoe zijn. Dus dat er wel één einde is dat er verschillende wegen naartoe zijn of dat het echt één een soort Heavy Rain-achtig heel verschillende einde heeft? Je hebt verschillende eindes en dat is heel erg afhankelijk van welke kant je kiest. Want de elfen hebben ruzie met de mensen, de mages hebben ruzie met de Chantry, et cetera. En dus je gaat partij kiezen. Dus er zijn ook nog meerdere Origins? Niet zo uitgebreid als in Dragon Age Origins, maar je hebt wel een soort van andere backstory. Maar het is niet dat elk verhaal heel anders begint. Maar die game heet natuurlijk ook niet nu Dragon Age Origins. Nee, je hebt nu wel meerdere Inquisitions. Je hebt wel meerdere Inquisitions, dat klopt. Oké, dan gaan we door naar een andere. Nog meer pagina's gaat over Immersion 5, maar dat zijn niet de dingen weer. De Master Chief Collection heeft Tom gecheckt, daar komen we straks dus bij. En volgens mij hebben we nu eigenlijk alle vragen wij zijn door de vragen gehad. Kijk, heel snel deel 2, die komt heel snel. Dan zitten Tom, Daniel en Leon Stuygen hier. En dan gaat het ook andere over Dead Island en over Halo en over van alles en nog wat. WWE. Division ook zelfs. Ach. Ja, nou. Komt allemaal langs. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het insturen van jullie vragen. En dat kan sowieso altijd. Hè. Als je vragen hebt, twitter ons gewoon. Doei, gewoon nog zwaaien. Yeah. Hoe cool. We hebben heel even een kort file gehad. 5 minuten. Maar, En de jongens hebben dus een reis van 3,5 uur, maar we gaan nu even hun bellen. En echt net doen alsof we het fucking moeilijk hebben. Dus we gaan kijken hoe ver zij zijn en we hopen natuurlijk enorm veel vertraging. En we gaan het wel zien. Dus misschien even met de camera inzitten bij de telefoon, want hoor je de speaker.